Peggle. What? What the hell is going on here? Darth Vader, what the hell is going on here? This is a perfect timing. What? I have a quest for you. Okay. Can you get my Pikachu from out of that tree? Pika Pika! Can't you just use the Force? Well, then it wouldn't be a quest now, wouldn't it? Fine! All the way up there, huh? Okay. Oh, this! Well, at least he's down. Wat is hier in godsnaam eigenlijk aan de hand? Al die franchises bij elkaar? Isn't it obvious? You're reviewing wrong acts. Ah! Alrighty then. Let's do this. Welkom! Met weer een nieuwe aflevering van Retro Kings Mattie's Game Room. Net zoals homebrews is het leuk om ook ROM-hacks te spelen op oude hardware. Wat leuk aan ROM-hacks is dat je een game weer kan spelen waar je helemaal gek op bent, maar dan met nieuwe omgevingen. Ook laat ik fan translation hacks zien in deze video. Maar de leukste ROM-hacks zijn dat ze game aanpassen met nieuwe levels erin. Zoals vorige keer met de homebrews, gaan we kijken naar welke ROM-hacks ik allemaal fysiek op cartridge heb. De ROM-hacks heb ik alleen voor Nintendo hardware. Dus laten we beginnen met de NES. Perfect Dark, een van mijn favoriete shooters aller tijden. Maar dan op de NES? Wat is dit precies? Nou, dit is een ROM-hack van Rolling Thunder. Alle sprites en omgevingen zijn nu veranderd in Perfect Dark karakters. Dus geen nieuwe levels helaas. Ik heb de game wel uitgespeeld, maar jezus wat was deze game moeilijk. Vooral de final boss was zowat niet te doen. Interessant dat deze game is gemaakt, maar ik had liever een ROM-hack van Contra gehad. Mother, 25th Anniversary Edition. Dit is een fan translation van de game. Nog voor die op de Switch Online was uitgekomen. Aangezien hij alleen officieel is uitgekomen in Japan, is dit ook een leuke manier om het te proberen op NES hardware. The Legend of Banjo. Oké, deze is wel heel geniaal. Mijn favoriete karakter uit platformgames in de wereld van Zelda. Deze game heeft een totaal nieuwe overworld. Dungeons, sprites en muziek. Dit zijn interessante ROM-hacks, want dit is niet alleen maar een sprite-swap. De overworld is heel anders dan Zelda op de NES. Je moet natuurlijk nog wel dungeons vinden en items, maar die staan op allemaal verschillende locaties. Ook alle dungeons zijn anders dan de eerste Zelda-game. De sprites van de vijanden zijn ook uit de Banjo-Kazooie-reeks echt heel vet gemaakt. Ik raad echt aan om deze te proberen. Zo te zien werkt Banjo-Kazooie en Zelda samen erg goed. Moeten ze vaker doen.
Super Mario Bros. 3 Mix. By far de beste Mario ROM hack die ik ooit heb gespeeld. Super Mario Bros. 3 Mix speelt als Super Mario Bros. 3. De controls en het power-up systeem. Maar elke wereld heeft een ander thema. Wereld 1 is vrij standaard en gebruikt dingen uit Super Mario Bros. Wereld 2 gebruikt dingen uit Super Mario Bros. 2 enzovoort. En er zijn zelfs werelden die gebruik maken van Super Mario Sunshine en Mario Galaxy. Ook zitten er power-ups in van andere games, zoals de Penguin Suit en de Carrot uit Super Mario Land 2. Ook deze raad ik zeker aan. De game is niet heel moeilijk gemaakt. Want dat heb je meestal met ROM-hacks. Omdat het voor mensen zijn die echt nieuwe uitdagingen zoeken in zulke games. De game is echt fair, met genoeg power-ups en normale platform-challenges in de game. Ook heeft deze game een modern save-systeem, waar je na elk level gewoon kan saven. Gaan we nu kijken naar de Game Boy. Daar heb ik één ROM-hack voor, namelijk Pokémon Team Rocket Edition. Hier begin je als James van Team Rocket en Giovanni geeft je eerste Pokémon. Je kan kiezen uit Koffing, Meowth of Ekans. En je rivaal in deze game is natuurlijk Jesse. De overworld is ook helemaal anders. Je speelt niet in een bekende regio zoals Kanto eruit zag in de oude Pokémon games. Heel gaaf idee. Alleen is deze game dus wel voor ervaren Pokémon spelers bedoeld. Want deze game is namelijk echt pittig. De eerste gym waar je komt heeft een Lapras van rond de level 30. Yikes! De bedoeling is dat je eerst verder in het verhaal gaat en later hier terugkomt. Het is me uiteindelijk wel gelukt, maar dit was wel de moeilijkste Pokémon game die ik ooit heb gespeeld. Zelfs de champion, die had echt dus de eindbaas, had Pokémons in de level 100. Dat zie je nooit in een officiële Pokémon game. De game is af en toe niet echt duidelijk welke kant je moet opgaan in het verhaal, dus er kan wat verwarrend zijn. Maar het is zeker een keer leuk om te proberen. Maar, zoals ik zei, je moet wel tegen de moeilijkheidsgraden kunnen. De game is echt pittig. Het is tijd voor 16-bit. Op de Super Nintendo heb ik aardig wat ROM-hacks. Maar ook veel wat alleen in het Engels vertaald is. Dus daar gaan we snel doorheen. Laten we beginnen met Mega Man & Bass. Dit was alleen uitgekomen voor de Super Famicom. Maar later in Europa wel op de Game Boy Advance. Het is een spin-off van de originele Mega Man, waar je ook met Bass kan spelen. Maar deze is dus helemaal vertaald in het Engels en speelbaar op je Super Nintendo. Hier heb ik al een hele aflevering over gemaakt. BS Zelda. We weten allemaal! BS staat voor bullshit! Dit was voor de Super Famicom Satellaview en is een soort van 16-bit remake van de NES game. Ik heb er meer over verteld in een oude aflevering, dus die kan je daarvoor kijken. Maar ook erg vette game dit. Dan heb ik hier nog drie Zelda ROM hacks die ik bij elkaar voeg. En dat zijn Parallel Worlds, Goddess of Wisdom en Stone Tablets. Want het is allemaal een beetje hetzelfde idee. Nieuwe overworld, nieuwe dungeons en nieuw verhaal. Als je A Link to the Past leuk vindt, krijg je geen spijt om deze een keer te proberen. Alleen zijn ze wel een stuk moeilijker en verwarrender gemaakt om te spelen. Dus voor een goede uitdaging kan je deze zeker proberen. Brutal Super Mario World. Het zegt het al in de titel. Dit is een ROM-hack van Super Mario World, alleen zijn de levels een stuk moeilijker. Het zijn wel originele levels, dus het maakt het wel interessant. Het is alleen meer voor ervaren spelers die Super Mario World al veel hebben uitgespeeld. Wat ook heel vet is, is dat ze hier vijanden en levels uit verschillende games brengen. Zoals ik het goed heb hier, Secret of Mana en Final Fantasy. Echt heel vet gedaan. Super Mario World The Second Reality Project. Ook weer een goede ROM-hack van Super Mario World. Net als Brutal Super Mario World is deze ook wat pittiger dan normale Mario World. Als je niet genoeg kan krijgen van Super Mario World, moet je deze ook echt een keertje gaan proberen. Super Mario Land 3.
Datanga's Return. Dit idee vind ik heel leuk gedaan. De eindbaas van de eerste Super Mario Land is terug in deze geweldige ROM-hack. De sprites zijn ook aangepast, dus het lijkt niet direct op Super Mario World. Dus het heeft ook wat meer zijn eigen identiteit. Deze game ziet er ook heel kleurrijk uit. En dan ook nog eens muziek uit Donkey Kong Country 2. Nou, dat is voor mij al wel helemaal een pluspunt. Uit al die Mario hacks raad ik deze het meeste aan, omdat het er veel unieker uitziet. Alleen de laatste wereld kan een beetje pittig zijn. Maar de rest van de werelden, die zijn prima te doen. Nieuw Super Mario Land. Dit is een hele aparte. Dit is in de stijl van nieuw Super Mario Brothers, maar dan op de Super Nintendo. Dus de game Super Mario Land is helemaal geremade op de SNES in nieuw Super Mario Brothers stijl. Ik vond het echt leuk om deze game te gaan en het verschil te zien in elk level, omdat ik de originele Mario Land al vaak heb uitgespeeld. Heel grappig om die submarine en vliegtuig levels te spelen in deze stijl. Nu maar hopen dat ze dat ook gaan doen met Super Mario Land 2. Nu gaan we even snel door een paar, want dat zijn allemaal Engelse vertalingen van Japanse Super Famicom games. Clock Tower. Niet echt een game voor mij, maar vond het grappig toen ik hem een keer vond op een beurs. Als ik dit in het Japans zou spelen, had ik echt geen idee wat er aan de hand was. Dus een Engelse vertaling voor de game is wel handig om te hebben. Iron Commando. Deze was niet echt nodig, omdat het gewoon een beat-em-up game is. Maar leuk dat ik hem kan spelen op een PAL Super Nintendo. Undercover Cops. Deze is laatst officieel heruitgebracht door Retrobit. Ook niet echt nodig in het Engels, omdat de gameplay ook een beat-em-up is. Het gekke van deze game is dat hij alleen singleplayer is. Dus een gemiste kans, want een beat-em-up speelde ik het liefst met minimaal 2 spelers. Conker's Hyrule Tales. Deze ROM-hack vond ik echt goed. Zoveel references van andere games en films, niet normaal. Dit is een ROM-hack van Zelda A Link to the Past, maar dan met Conker the Squirrel van Conker's Bad Fur Day in de hoofdrol. Deze game is zo over de top met zijn humor, net als de N64 Classic. Het is heel leuk om de verschillende werelden te ontdekken en de dungeons zijn ook erg goed gemaakt. Het verhaal is natuurlijk ook super overdreven gemaakt. I love it. Ik ga niet verklappen wat er allemaal in deze game voorkomt, want dat moet je echt zelf een keer ontdekken. Je krijgt er geen spijt van. Eén van de meest unieke ROM-hacks out there. En het is duidelijk dat hier veel tijd in gestoken is. Het is ook een aardig lange game. Ik denk dat ik er nog langer over deed dan A Link to the Past de eerste keer ik dat speelde. Alright, dan gaan we nu over naar de laatste console. Gek genoeg zijn er heel erg veel ROM-hacks voor de Nintendo 64. En dat komt goed uit, want de Nintendo 64 is mijn nummer 1 console. We beginnen met Goldfinger 64. Dit is een ROM-hack van GoldenEye natuurlijk, maar met originele levels en wapens uit de Goldfinger film. Dit is ook echt een hele vette ROM-hack, want vond het fantastisch om GoldenEye weer te spelen, maar dan met nieuwe levels erin en weer uitzoeken hoe ik de missies moest halen. Dit is weer echt een game die ik zeker aanraad om een keer te proberen. Vooral als je vroeger veel GoldenEye hebt gespeeld. Over GoldenEye gesproken, check this out! Geweldig dit. Dit heeft geen originele levels, maar vervangt alle karakters uit GoldenEye met Mario characters. Het voegt dus niet echt iets toe, maar het is gewoon hilarisch om te zien. Mario with a gun shooting Koopa Troopas? In de multiplayer zit wel één uniek level in, en dat is Peach Castle uit Super Mario 64. Ik vond het echt geweldig om een van mijn favoriete games aller tijden te spelen, maar man, met deze grappige karakters erin. Het kan niet grappiger worden, dacht ik. Totdat ik dit tegenkwam.
Oh my fucking god. Perfect Dark with Mario characters. Hier zitten veel meer bekende figuren in, zoals Waluigi, Donkey Kong en Pauline. De cutscenes met deze models van de characters is echt zo hilarisch. Nu zit er geen voice acting meer in, maar wel aangepaste tekst. Alle vijanden zijn geen Koopa Troopers meer, maar random generated Mario en Peach hoofden, wat ik wel jammer vond. Maar de Mayans, dus de aliens, die zijn vervangen met Toads. En de Skedars zijn allemaal Yoshis, wat ik wel weer heel grappig vond. Deze en GoldenEye vond ik echt geweldig om door te spelen en echt super grappig gedaan. Super Mario Star Road. Er zijn al meer dan 100 Mario 64 ROM hacks out there. Dit is een oude ROM hack van Super Mario 64, maar wel een hele bekende. In Super Mario Star Road is de hub world helemaal anders en alle levels dus ook. Dus het is wel heel leuk als je een nieuw level ingaat, dat level helemaal gaat verkennen en de sterren gaat zoeken. Het heeft 130 sterren die je moet vinden, dus 10 meer dan de originele game. De platform challenges zijn iets moeilijker dan in Mario 64, maar niet echt extreem moeilijk, dus het is wel te doen. Dit is een goede ROM hack om mee te beginnen als je wat Mario 64 hacks wil proberen. Dragon Ball Kart. Waarom bestaat dit? Ik heb geen idee, maar vond het wel heel grappig en leuk. In deze hack vervangt de Mario karakters met Dragon Ball Z karakters. Levels zijn wel hetzelfde, alleen zijn sommige textures wel aangepast. Zoals reclameborden staan nu Dragon Ball references op, zoals Capsule Corporation. En Rainbow Road heeft andere kleuren en speelt af in de ruimte waar de Tournament of Power afspeelt uit Dragon Ball Super. Again, grappig om een keer te proberen, maar er zitten dus geen nieuwe tracks in helaas. The Legend of Zelda, The Missing Link. Niet een hele lange ROM-hack, maar wel heel vet gemaakt. Dit speelt af tussen Ocarina of Time en Majora's Mask. Hier verken je dus wel nieuwe gebieden en heeft aan het einde een originele dungeon. Wat ook heel uniek is aan deze game, is dat er een originele item is gemaakt. Een hourglass waar je een stukje mee terug in de tijd kan gaan. Dus niet erg een lange game, maar de ervaring die ik ermee had met het spelen was het zeker wel waard. Star Fox 64 Survival. Dit is een ROM-hack van Ocarina of Time, waar dan met Fox McCloud in de hoofdrol. Fox McCloud is neergestort op een planeet en moet 30 dagen overleven. Elke dag zijn er random generated vijanden die je allemaal moet verslaan. Alle vijanden zijn uiteraard uit Ocarina of Time. Omdat het een hack is van Ocarina of Time, is de combat system ook hetzelfde. Je verkent dus niet gebieden hier, maar komt steeds terug in dezelfde area om die vijanden elke dag te verslaan. Banjo Dreamy. Hier heb ik ook een hele aflevering over gemaakt, dus hou het hier ook kort. Dit is natuurlijk een ROM-hack van Banjo-Kazooie, maar met een nieuwe overworld en levels om te verkennen. Banjo-Kazooie Grunty's Mansion. Dit speelt als Banjo-Kazooie, alleen verken je heel Luigi's Mansion van de GameCube game. Heel vet gemaakt en vond het geweldig om de hele mansion weer opnieuw te verkennen. Maar dan met de Bear and Bird combo. Alles is aangepast zodat het werkt in de Banjo-Kazooie engine. Op zich niet een hele lange game, want er zijn maar 10 Jiggies die je moet vinden. Maar ook weer heel erg vet gemaakt. Banjo-Kazooie The Bear Waker. Weet je nog dat ik zei dat Zelda en Banjo-Kazooie goed samengaan? Dat is hier ook duidelijk te zien. Hier verken je Outset Island uit de Wind Waker. En heel vet om deze artstijl te zien op de N64. Net zoals Grunty's Mansion is deze game ook niet heel groot met 10 Jiggies. Maar zo extreem vet om weer Banjo-Kazooie te spelen met nieuwe omgevingen. Ook al zijn de omgevingen uit andere games, het is zo goed aangepast met de gameplaystijl dat het als nieuw aanvoelt. Je taak hier is om Link wakker te maken voor zijn grote avontuur, wat begint in The Wind Waker. Banjo-Kazooie, Gruntilda's Mask. Nog een Zelda-thema in Banjo-Kazooie. En ja, het is door dezelfde maker. Ook niet een lange game, maar hier verken je Clocktown uit Majora's Mask.
Gruntilda gebruikt hier Majora's Mask. En ook hier heb je 3 dagen de tijd. Alleen zit er gelukkig geen timer in, dus je kan er zo lang mogelijk over doen. Wat hier wel is bijgedaan, is een final boss tegen Gruntilda. Die hetzelfde speelt als in de originele game, maar dan is de omgeving iets anders. Kan het nog beter dan dit? Banjo-Kazooie, The Jiggies of Time. Jazeker, want Banjo-Kazooie, The Jiggies of Time is wel mijn favoriete romhack tot nu toe. Alweer door dezelfde maker, Kirko Mads. Deze game is enorm. Dit is niet één gebied in een Zelda game, maar elk gebied in Ocarina of Time is een level waar je Jiggies en alle andere collectibles moet vinden. Dus denk aan Kokiri Forest, Kakariko Village, Death Mountain, Zora's Domain en nog veel meer. Deze game duurt ongeveer even lang als de originele Banjo-Kazooie game. Er zitten zelfs een paar dungeons in verwerkt als levels. Echt heel indrukwekkend gemaakt. En wat ik ook een hele leuke touch vind, is dat er in elk level een random game verstopt is die je kan vinden. En de muziek slaapt zo hard, om maar een voorbeeld te geven. Gerudo Valley. Dit is echt de vetste romhack ooit, in mijn mening, en ben benieuwd naar zijn volgende project, die al een paar jaar in productie is. Banjo-Kazooie Nostalgia 64. Dit ziet er zo cool uit en kan niet wachten om die te gaan proberen. Zo, dit was het alweer. In ieder geval, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Eerst even kijken wat voor een videogame/movie boardgames ik allemaal heb.